We zijn in de ijsbaan Twente, waar we een verhaaltje hebben met Joy Burns. Zij is onlangs Nederlands kampioen geworden bij de junioren. En we vragen even hoe dat ging, de NK, Joy. Je was allround, alle afstanden, 500, 1000, 500, 3000. Hoe ging het? Nou, eigenlijk wel heel erg goed. De eerste dag, het was tevens ook het NK afstanden. Het was de 500, 1000 en de 1500. De eerste dag was 500, 1500. Nou, werd ik weer twee keer tweede. Daar baalde ik wel heel erg van. En het was de volgende dag gewoon weer knop om en die 1000 meter knallen. En werd ik weer tweede. Dus op alle afstanden werd ik tweede. Alleen toen kwam het dus aan op de 3 kilometer. En ik moest op de leider 3 seconden goed maken. En ik heb 4 seconden goed gemaakt. Dus de allround gewonnen. Nou, dat was best wel heel erg goed. Hè? Wie was de nummer 2, in ieder geval jouw tegenstander? Jutta Leerdam. Wij hebben sinds de B-junior echt al wel, zijn wel mekaars rivalen. Dus Dan kom je elkaar wel vaker tegen, hè? Nou, eigenlijk altijd. We komen elkaar altijd tegen, op elke wedstrijd. Dan staat het volgende evenement alweer voor de deur. Dat zijn de World Cups en dat zijn de finales. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is in Salt Lake City. Ja, klopt. We gaan weer met 5 dames en 5 heren junioren naar Salt Lake City. En op het NK, als je het NK allround wint, ben je sowieso geplaatst voor de World Cup finale en het WK. En de rest wordt dan uitgekozen door de bondscoach wie er nog meer mee gaan. Omdat ik allround kampioen was, was ik sowieso al geplaatst. En dus ik ga naar Salt Lake. Ja, en of dat nog niet genoeg is de week erop, heb je al de WK's weer voor de deur staan. En je vertelde net, dat is weer een allround kampioenschap. Maar de World Cup is dat niet, hè? Er zijn bepaalde afstanden. Ja, de World Cup zie ik meer als een testwedstrijdje. Omdat je toch wel heel erg op hoogte zit in Salt Lake. Dan moet je wel echt aan wennen. En als je al te veel doet in die eerste week, dan gaat het te gek. En dan kun je het WK wel op je buik schrijven. Dus dat zie ik meer als test. Dus ik rijd ook niet veel afstanden. Ik rijd alleen de 3 kilometer en de 1000 meter. Ik heb niet gekozen voor de 500 en de 1500. Omdat de 500 meter heb ik niet gereden op de andere World Cups. Dus daar heb ik geen punten. En in Insel bij de eerste World Cup ben ik op de 1500 meter gevallen. Dus daar heb ik ook geen punten. Dus ik denk dus ik rijd een 1000 en 3. Dus eigenlijk ben je een beetje gefocust op het WK. Ja, dat is wel het belangrijkste. Ik wil daar wel graag weer allround kampioen worden. Ik wil daar allround kampioen worden. Vorig jaar werd ik tweede, dus dit jaar heb ik de titel. Ja, en dit is de laatste keer dat je mee kunt doen bij de junioren. Dus het moet echt, het is nu of nooit. Ja, dit is mijn laatste jaar als junior. Volgend jaar maak ik de stap naar de senioren. En dus het wordt knokken. Je hebt net al gezegd, je grootste rivaal, Jutta, die gaat ook weer mee? Die gaat zeker weer mee. Ja, die is we zijn echt wel aan elkaar gewaagd. Op het NK reden we bijna dezelfde tijden. Dus het wordt wel echt heel spannend. We zijn zeer benieuwd. Ga je nog extra trainen om je hierop voor te bereiden? Wat ik vooral heel fijn vind is veel fietsen. Dus ik fiets vooral veel. En extra trainen doe ik niet. Maar de trainingsschema's worden wel opgevoerd. Dus ik ga wel harder trainen, maar niet meer. Dus de fiets moet mee het vliegtuig in? Ja, die gaat zeker het vliegtuig mee in. die gaat sowieso mee. Wanneer ga je vertrekken? 26 februari vertrekken we. En vanaf Amsterdam. En we blijven daar tot 12 maart, dacht ik. En wanneer zijn de wedstrijden precies? Ik dacht dat de World Cup finale 3 en 4 maart was en dan het WK 19 en 11 maart. En ouders gaan natuurlijk mee, hè? Supporten? Ja, die hebben vandaag geboekt. En mama was helemaal blij dat ze had geboekt. En ze vindt het hartstikke gaaf. En ze wou altijd heel erg graag naar Amerika. Dus ze kunnen daar ook een beetje rondkijken, want het zijn er toch 2 weken. Dus ze vinden het wel heel gaaf. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Stel dat je hier iets wint. Wat gaat er dan daarna gebeuren? Dan heb ik in ieder geval mooie gouden medailles. En wat er dan gaat gebeuren, dat weet ik niet. Ik wil in ieder geval de stap maken naar een commercieel team. En ik hoop dat die dan bij me komen aankloppen. En dat afwachten. Maar je moet in ieder geval naar de senioren dan, toch? Ja, ik ga sowieso naar de senioren. Het gaat wel op leeftijd.
Dus volgend jaar ben ik junior af. Dus volgend jaar kom ik echt bij de senioren terecht. En dan kom je echt bij de grote types Irene Wüst en Jorien ter Mors. En... Ja, daar moet ik dan tegen knokken. Ja, het wordt wel heel zwaar, maar ik ben nu nog 18. Dus ik heb nog heel veel jaren. Dus het komt wel goed. Jorien ter Mors heeft vandaag een gouden plak gehaald. Dat is natuurlijk wel iets heel bijzonders. Wat vond jij daarvan? Nou, ik vond het heel mooi voor haar. Ook vooral omdat we nu eigenlijk op alle afstanden die nu zijn gereden alleen nog maar goud hebben gehaald. Dus dat is wel heel gaaf. Maar ook super gaaf voor Jorien. Ik gun het er wel. Ja, wat dat betreft presteren de Nederlanders wel heel erg goed nu, hè? Ja, dat is wel echt waanzinnig. Ik vind het wel echt gaaf. Ja, echt goed, hè? Nou, wie weet, over 4 jaar ben jij erbij, toch? Nou, dat hoop ik. Ja, dat is wel mijn droom. En daar ga ik ook voor. Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel.